is het geluid van Groningen. Oog Radio. Dat is lekker je weekend ingaan. Aan de andere kant van het glas met het rode lampje heb ik op dit moment een of andere rare ijskoolboer zitten. Goedenavond. Ja, hij doet het. Doet hij het alweer? Hij doet, ja, tuurlijk. Hoe is het met je? Ja, gebroken. Af en toe komt hij eens even binnenzeilen met wat ijsjes. En dan is het in één keer van, ik moet je wat vertellen. Ik heb wat belangrijks. Ja, ik moet wat zeggen. Nee, ik hoef niks en te zeggen. Is weer. Het enige wat ik wil zeggen is, van, ik heb een visje. Een visje? Ik heb een visje. Ga je vissen? Wie heet? Wie? Brian Waterman en algemeen. Mensen die SBS6 kijken, die hebben hem wel gezien met zijn mondharmonicaatje. Ja. En ja, je weet hoe gek ik kan doen af en toe. En dan zeg ik tegen, dag Brian. Dag Brian. Pak dat blauwe ding eens even, Brian. Brian is, hallo Brian. Brian heeft geen koptelefoon. Geef die jongen even jouw koptelefoon. Dan kan ik even met hem praten, gezellig. Hartstikke leuk. Nou hoor je hem? Als je nou, ja, zet hem maar even op, Brian. Dag Brian. Hoi. Hoor je mij? Ja. Ja? Hey, hoe oud ben jij, Brian? 10. 10 jaar oud en dan ben je nu al op de landelijke televisie geweest bij SBS6. Ja. Hoe was dat? Heel leuk. Vond je dat niet heel spannend? Nou, eerst niet. Ik zat gewoon relaxed. Ze hadden ook te chillen. Zo... Ja, en maar toen... Ja? Je zat dan achter het podium en dan kon je er tussendoor kijken. En dan zag je al die mensen en toen dacht ik wel even... Oh. Wow. Dit is wel groot. Ja. Ja, en al die lampen en al die camera's en al die mensen. De camera's en zo vielen wel mee, alleen de mensen. De mensen, zaten er veel mensen? Ja. En jij moest daar opstaan en jij moest daar het podium op. Ja. Hoe ging dat? Goed. Ja, dat begrijp ik, maar wat voelde je daarbij? Was dat gewoon alleen maar heel erg leuk of vond het spannend? Of? Eerst spannend, alleen als je gaat spelen dan is het automatisch de zenuwen al weg. Ja, dan gaat het snel weg, hè? Ja. Ja, wat voor instrument speel jij? Mondharmonica. Mondharmonica? Wil je mij een heel klein stukje laten horen? Gewoon een heel klein stukje? Ja hoor. Anders moet ik betalen, schijnt. Ja, jij moet altijd betalen. Goed, zet ik jou even uit. Hebben we dat ook weer geregeld? Brian pakt even zijn mondharmonica. Baantje toch? Baantje, of niet? Ja. Ja. Ben je daar niet een beetje jong voor? Wat vind jij nou leuke muziek, Brian? Nou... Wat is nou een liedje waarvan jij zegt, yes, dat vind ik gaaf? Dat weet ik niet echt. Weet je niet? Geen Justin Bieber of zo? Ja, nee. Nee? Oh ja, weet ik veel. Ik ben niet helemaal van die tijd. Nee, ik zie een kind van 10 en ik denk, ja, wat vinden jullie eigenlijk leuk? Behalve Ranja met een rietje, weet je wel. Of een tsunami. Ijsje. Tsunami. Oh, Tsunami. Kun jij Tsunami spelen op dat ding? Nee. Jawel, probeer eens. Dat gaat echt niet lukken. Ah, probeer even. Dan luistert toch niemand. Gewoon doen, is leuk. Hebben we Tsunami, jongens? Nee, hebben we niet. Jammer. Doe jij het even voor ons dan? Dat gaat echt niet lukken. Ach man, wat jammer. Nou goed, oké. Waar ga je binnenkort weer optreden? Ik ga... Wat, gaan we zwaaien naar elkaar? Wou jij wat zeggen, IJskoman? Ja, hij is eigenlijk een klein verrassingje voor het Rapalje Zomerfestival. Zoals iedereen weet, bestaat Rapalje 20 jaar... Jubileum, daar weet jij alles van. Ja, we zijn erbij. We zijn erbij. Ja, ik ook natuurlijk met mijn kasteeltje. Ja. Maar Brian, die krijgt van mij de gelegenheid om een liedje te presenteren aan de jongens. Kijk, normaal gesproken speel je de jongens altijd. En nu speelt hij voor de jongens. Ja, dat is en leuk. Wat ze spelen, dat zeggen we niet. Om maar dat dan... maar te luisteren op het Zomer Volkres Festival. Ja, maar laten we dit dan even goed aftikken. Dat vind ik dan wel weer even leuk. Want wij hebben natuurlijk daar live uitzending op die dag. En hoe leuk zou het zijn als jij, Brian, samen met de jongens van Rapalje bij mij live in de uitzending op dat moment jouw liedje gaat spelen. Supergaaf. Is dat leuk? Ja. Zullen we dat doen? Ja. Bij deze afgesproken. Dit is het geluid van Groningen. Oog Radio. En je weet het, hè? Wil jij nou meeluisteren en kijken bij het Rapalje Zomerfolk Festival 27 juni hier in Groningen? Dan hoef je maar één ding te doen. Download even onze app. Apenstaartje, nee sorry, hashtag FFWD. Ik ben altijd in de war met die kringen. Nou goed, dat heb je dan ook maar weer gehad. Dus hashtag FFWD even downloaden voor je Apple of voor je Android toestel. Komt het helemaal goed, kun je meekijken. Gezellig. Dit is het geluid van Groningen. Oog Radio. Voor meer informatie over onze DJ's en alles wat je kan winnen, check even onze website fvwdradio.nl.